Hallo en welkom bij Polsmodel Train Stuff. Ik zit nog te wachten op een aantal onderdelen, zoals de rode leds. Ik heb de witte al. Voor mijn koplopers. Nee, niet koplopers. Mijn sprinters. Ik heb inmiddels wel de decoders. En ik dacht in de tussentijd laat ik eens wat gaan oefenen op mijn. Even het spul aan de kant hier. Op mijn Roco 4155. Dat is dus een 2200, 2300 NS trein. Zo. Dit had ik allemaal moeten doen voordat ik begon. Maar goed. Zo. Deze heb ik al een keer eerder opengemaakt en ik had de intentie om het te digitaliseren. Ik denk dat het heel erg krap gaat worden. Maar ik ga het proberen. Ik gebruik daarvoor lees deze C-decoder zonder plug. Rechtstreeks met kabeltjes. Omdat die ook het minste plek inneemt. En hier dus gewoon los ergens vastgeplakt kan gaan liggen. Plan van aanpak gaat worden. Even kijken. Deze brug hier doorsnijden, net als deze, zodat de lampjes hier niet meer contact maken rechtstreeks met de wielen. Deze diode eruit, zodat en dat geldt ook voor deze diode, zodat de andere kant van de lampjes eruit gaat. En ik denk dat ik de spoeltjes hier eruit ga halen, zodat ik de motor hier rechtstreeks op aan kan sluiten. En op dat moment zijn allemaal onderdelen vrij van het vrij aansluiten, vrij van de rest. Ik zou ook kunnen kijken of ik hier het los kan halen, maar gezien hoe de motorregeling werkt, denk ik dat ik ze er gewoon uit ga solderen. Dus ik ga beginnen met dit hele bordje eruit halen, zodat ik mijn handen vrij heb en later weer terug solderen. Die hoeft niet zo hard. Want ik heb liever niet dat ik in de buurt zit van kleine elektronica of sorry, kleine plastic dingetjes die makkelijk beschadigd raken door warmte. Zo. Dat is één. Nu kan ik ook meteen naar binnen kijken. Hij schijnt nog wat olie nodig te hebben. Dat kan ik dan dadelijk ook makkelijk doen. Deze twee pinnen sluiten aan op de motor. Er zitten hier twee pinnen in de motor. Dat zijn eigenlijk de contactpunten. Ik zou in principe ook daar rechtstreeks iets op kunnen solderen. En met de verlichting dan even kijken hoe ik dat ga doen, maar ik laat het even een beetje allemaal intact. Deze ga opzij. Ik doe ze ook één voor één. Want als ik ze tegelijkertijd ga doen, dan weet ik. Nou, trouwens, dat weet ik wel. Hier zitten de pinnen, dus dat gaat niet gauw gebeuren dat ik niet meer weet welke waar moet. Nog wel eventjes controleren of het lampje het doet. En ik zal ook even op moeten zoeken of ik die lampjes rechtstreeks op een decoder aan kan sluiten. Kijk, dat lampje. Heb ik stroom? Heb ik stroom? Ik heb hier net nog iets laten ontploffen. Helaas staat het niet op camera. Dat is ook leuk. Nou, dit lampje is helemaal goed. Het ruikt hier nog een beetje verbrand. Als het nou op camera had gestaan, had ik het ook zeker met jullie gedeeld. Hoewel het niks te maken had met modeltreinen, was ik een controller voor LED buitenverlichting aan het repareren. De fuse, de zekering was gesprongen. En ik heb die vervangen. En ik heb het idee dat hij gesprongen was met reden. Want toen ik er de stroom op zette, was het een gigantische klap en vloog overal de stroom van het huis af. Leuk, maar ik ben blij dat er niemand thuis was. Dat verscheelt weer een boel paniek. Dat was de diode eruit. Spoeltjes, ik denk. Dat ik het mezelf makkelijk maak. 1, 2,
3, 4. Kom, 4. Zo. Dat is 1 eruit. Dat is 2 eruit. En de condensator haal ik er ook af, zoals ik heb geleerd op de interwebs. Zo, dan is nu de motor geïsoleerd. Dan moet ik alleen nog even een mes zoeken, zei ik optimistisch. Een mes. En dit contact hier. Zo. En even controleren. Kon de batterij vervangen. Van hier naar hier. Geen contact. Helemaal niks. Perfect. Dat betekent dat deze helemaal los is. En dat hij strakjes hier weer terug kan. De andere kant doe ik alleen maar in. Kom. Twee los te halen. Zo. Het lampje er even uit. Het is niet zo fel als de andere. Ja, dat kan ook zijn omdat ik hem niet zo hoog had staan. Zo. Ja. Prima. Die zijn nog goed. En hier hoeft ook alleen maar de diode eruit. Ik had gehoopt dat zwaartekracht me een beetje zou helpen. Kom op. Zo. Ja, gewoon uit nieuwsgierigheid. Volgens mij waren ze ook kapot ook. Oh nee, nee, er komt wat spanning doorheen. Zo niet. En ja, nou, ze deden het nog wel. Bij de collectie. En ook hier. Met een mes trek ik gewoon twee diepe groeven vlak bij elkaar over de printplaat heen. Dat is niet diep genoeg. Daarom test ik ook altijd eventjes. Dat is wel diep genoeg. Zo. Dat betekent dat dadelijk deze kabels, deze komen van de rails. Die gaan over de printplaat heen, hier overheen naar deze kant. Zodat je hier dus aan twee kanten beschikking hebt over de stroom van de rails. Die gaan nu verder nergens meer naartoe, omdat al die kabels doorgeknipt zijn. En dat betekent dat ik nu ga zoeken hoe ik ook weer een decoder aan moet sluiten. Want dat moet ik elke keer opzoeken, omdat ik het vergeet. Uit mijn hoofd iets met zwart en rood en oranje en nog een kleur. Die kan ik vrij strak knippen en hierop zetten. En de
één kabel voor de verlichting aan deze kant. En ik moet eigenlijk even kijken hoe ik dat doe met de blauwe kabel. Want ik denk dat ik een extra kabel moet trekken. Voor om eigenlijk de. Oeh, wat zal ik doen? Een van de twee kanten, of allebei de kanten van de. De buitenkanten van de lamp pak ik eventjes om die met elkaar te verbinden. Zodat de blauwe kabel, de Common Plus, in ieder geval doorloopt naar de andere kant. En dan elk van de functiedraden op de lamp zetten. Dus ik ga even zoeken welke kabels ook weer waarop moesten. En of ik nou rechtstreeks zo'n lampje erop aan kon sluiten. Dat lijkt me ook even handig om te weten. Na wat gepuzzel heb ik toch besloten om de leds op te zetten. Ik heb de koperen delen voor de gloeilampen er afgeknipt en de led eigenlijk op vastgezet op die plek van waar ik de achtste printbaan doorgeknipt heb. Ik heb er de weerstanden tussen gezet. En dit wordt mijn blauwe Common Plus. Ik had het ook met één weerstand kunnen doen. Ik heb besloten om met twee te doen, zodat die mooi beide kanten gelijk is. En daardoor komt het lampje precies op de plek te liggen waar die de led komt precies op de plek waar eerst de gloeilamp zat. En zo komt het geheel dan op zijn plek te liggen. Het volgende wat er gedaan moet worden is, ik ging dus uitzoeken ook hoe ik kabels aan moet sluiten. Ik heb dat hier offscreen nu staan. Ik vergeet het elke keer, maar oranje en grijs. En even kijken. Oranje is voor de, waar is hij? Waar is grijs? Ja, Motor Right. Nou, geen idee wat Motor Right is. Of Motor Left. Ik ga ze gewoon aansluiten. Ik zie het wel. Ik hoop eerlijk gezegd, ik heb het nog niet kunnen testen, maar ik hoop dus dat die decoder op de motor kan liggen. En dat dan de kap er nog op kan. De kap gaat er zo op. Het is niet echt uit te testen op dit moment. Het is een vrij kleine decoder, dus ja, het is een gok. Zo. Dat het wel moet lukken. Ja, ik denk dat het wel moet lukken zo in het midden. Het zal een kwestie zijn anders van aanduwen. Dus dat betekent dat hij eigenlijk in feite hier tussenin komt liggen. En dan zou het ook betekenen dat ik deze heel kort af kan knippen. Ik wil niet te veel speling hebben. Dus. Off we go. Dat is 1. Dat is 2. Dus deze hoef ik alleen maar vast te solderen op de pinnen die naar de motor gaan. Klinkt eenvoudig. Er zit redelijk wat soldeerspul op. Ik pak even een tang om het op te leggen. Deze is net wat hoger dan ligt het van de grond af. Of van het doek af. Zo. Dat werkt net wat makkelijker. En dan gaat hij er zo op.
komt hier. Oh, kom, kom, kom. Ja. En dan komt deze aan de andere kant. Dat het zo gaat. Zo, onze weerwoud staat nog te warm. Zo. Nee, die heb ik nog nodig. De power pickup. Dat is rood en zwart. Even zoeken. Dit is rood. Zo. En dit is zwart. Ja. De power pickup komt vanaf de andere kant ook hierop uit. Deze ga ik een stukje verder aansluiten. Dan heb ik niet twee draden op één aansluiting zitten en dat werkt gewoon makkelijker. Daar zo op uit. Oh, dat was te kort. Nu wel creatief doen. En red ik dat nog? Nauwelijks. Dan gaan we even kijken of ik me halverwege op kan monteren. Helemaal op de plek waar ik hem wilde hebben. Maar het voldoet. En deze is eigenlijk nog zelf te lang. Strippen van de kabels wil niet echt vandaag. Hoppa, prima. Daar heb ik geen extra soldering voor nodig, want er zit hier een hele grote blob. Zo. Dus de decoder zit nu vast op de beide buitenste tracks die dadelijk aan de pick-up gaan van de wielen. Aan de andere kant komen die dadelijk hierop met de rode draden. Dus die ga ik ook vastzetten zo dadelijk. De motor zit vast op de twee binnenste printplaten die naar deze pinnetjes hier toe gaan die op de motor zitten. Dan rest mij dadelijk nog de blauwe kabel. Om die te monteren op de ledjes. Deze gaat ook weer vast hier. Dat is goed. En even kijken welke functie kabel, draad, kabel ding ook weer moet op de led op, voor de negatief. En dan zou ik alleen maar vast hoeven te schroeven in theorie. Dus de volgende die ik wil hebben is de blauwe. Zo. Die moet dan. Dat wordt een pupil. Zo. Hier voor de weerstand hebben. Dan hoop ik alleen dat die blauwe blijft zitten. De andere blauwe die naar de andere kant gaat. Ik verwacht van niet. Ik verwacht dat hij los schiet.
pakken. Te weinig soldeer. Doen we het wel zo. Oké, dat is niet zo verstandig om te doen. Zo verlies ik al mijn flux. Denk dat ik binnenkort een nieuwe tip moet hebben. Oh, daar gaat die blauwe kabel waar ik al van verwachtte dat hij los zou schieten. Die moet hier ook wel bij. Man, als dit geen kortsluiting gaat geven, wil ik het ook niet meer. Zo, nu voorkant wil ik geel. Waarschijnlijk ga ik straks zien dus dat die motor de verkeerde kant op loopt. Maar de voorkant wil ik geel hebben. Dat is deze kabel. Zo, op de led. Voorheen deed ik dit dus altijd met van die brackets. Dan had ik het bracket wat ik rustig erop kon solderen. Kon ik daarna gewoon de decoder opprikken. Maar in deze is gewoon veel te weinig plek daarvoor. Dat is leuk voor Limas. Dus daarom heb ik nu een setje van deze vaste decoders die ik er gewoon op kan solderen. Die ik erin doe. En zo. Daarna... er gewoon in kan laten zitten. Als je iets anders mee wil, helaas gaat niet. De trein heeft ook niet meer functies dan dat hij. Ja. Ik zit me te bedenken, volgens mij gaat de motor nu. Volgens mij. Ja, dat had niet de gele moeten zijn, dat had de witte moeten zijn. Dat is jammer. Ik ga hem nog herstellen. Ja, dat kan. Nu nog wel. Wat ik aan het zeggen was, de vaste decoder. Er is weinig plek, er zitten niet veel functies op. Het is geen trein die ik aan het digitaliseren ben, gewoon voor de lol. Deze wil ik ook echt digitaal gaan rijden op termijn. Dus ik ga hier die decoder inzetten. Die ga ik er ook niet gauw weer uithalen, om wat voor reden dan ook. Zoals ik dat ook wel heb gedaan met de UHF's. Gewoon, kijk, zo doe je dat met een UHF en haha, leuk. Maar niemand in his right mind zou daadwerkelijk een digitale UHF gaan rijden. Geel. Moet nu. Een eind daarop. Het zijn al hele dunne draadjes dit zeg. Het is ook heel weinig vermogen wat erop komt. Zo. En dan heb ik hier de gele. En dan komt hier de gele van de andere kant. En dan doe ik zo. Zo. Kom. Oh, hij laat al los. Dat is jammer.
verbeteren. Deze rol ik in elkaar. Dan zet ik daar even een stukje isolatie op. Ik weet nog niet of ik hier een. Het is ook een dunne draad dat ik niet denk dat de heat shrinking echt effect gaat hebben. Maar goed. Nu heb ik over groene en een paarse. Die zou ik dus kunnen gebruiken als ik hier nog een rode lamp bij zou hebben. Maar ik zie dat niet gebeuren. Ik knip ze redelijk kort af. En ik heb mijn draden voor de power unit, de keep alive. Ook die ga ik redelijk kort afknippen. Als ik die ga gebruiken, zet ik die later op. Daar moet ik nog wat onderzoek naar doen, zullen we maar zeggen. Deze kunnen hier dan dadelijk zo op. Als eerste moet ik hem eigenlijk, nu ik hem toch helemaal open heb liggen, even nog smeren. Dat zou eigenlijk wel fijn zijn. Als ik nu de motor aan zou kunnen zetten, gaat dat lukken? Even die zien. De bovenste is niet zo moeilijk, maar die onderste. Heb ik hier nog een. Ja. Heb ik stroom? Nu wel. Hij klinkt een beetje roestig. Dus ik ga hem voorzien van een klein beetje smeer. Ook met name aan deze kant. De onderkant heb ik al gedaan. Binnenkant nog niet. Ik weet niet of deze eruit te halen zijn. Volgens mij is het een klik. En daarna een helskabij om ze weer terug in te zetten. Wat ik ga doen. Even de handleiding erbij. In het Duits. En er zitten wel pijltjes. En ik denk dat dat is. Daar kun je iets smeren. Maar iets met koppelingen. Ja. Oké. Ik kan de lagers smeren. Dat zijn dus deze hier. Aan de binnenkant zit een wormwiel. En hetzelfde geldt voor hier de lagers. En het wormwiel. Kom aan. Klinkt niet fantastisch, klinkt niet geweldig. Ik heb het idee dat er nog wel meer aan te verbeteren valt. Ik heb het motorblok ook los zitten. Ik ben een beetje. Ja, ik haal het liever niet los. Ik denk dat het zo lastig is om weer terug op zijn plek te zetten. Ik heb met name hier die aansluitpunten.
goed in de olie zitten. Ik heb het idee dat daar heel veel herrie uit komt namelijk. En uit de motor zelf, maar daar ga ik even niks aan doen. Zo. Deze erop. Dat is 1. Hier is het even oppassen voor de kabels die ik hier heb neergelegd. Zo, eroverheen. Deze hierop. Die kan hier en dan. Zo. De motor. Die moet aan de onderkant nog vast. Die had ik al losgehaald. Om hem te kunnen bekijken en smeren. Dan hoop ik dat hij hem pakt. Ja. Dan kan ik even zien. Heb ik hier nog iets? Ja. Nog een draadje. Even kijken of de motor nu goed aangesloten zit. Ja. Ik hoorde hem brommen. De contactpinnen zitten er goed op. Het is zo vervelend als je erachter komt achteraf. Deze kant geldt hetzelfde. Even vastschroeven. Draden erop solderen. En daarna programmeren. Die heb ik ook niet meer nodig. Daarop. Zo ja. Dan kunnen ze precies hier in die leufjes. Zo. Zo. Even kijken. Heb ik nog iets? Heb ik nog iets? Niet de beste oplossing, maar ik doe hem toch zo. Hop. Op zich zou ik hem nu moeten kunnen programmeren. Ik heb hier mijn programmeerspoor en heb ik eigenlijk de rest al aanstaan. Ik ga hem even programmeren en ik hoop zo het resultaat te kunnen laten zien. Nou, dat even programmeren heeft wat langer geduurd. Ik had hem op de rails gezet en ik vond dat hij al vrij ver heen en of hij heen reed met elke bevestiging. Maar toen keek ik ook in mijn Decoder Pro en ik kreeg alleen maar terug 255 als antwoord, zoals op de max. Ik heb hem gereset, de decoder. Ik heb uiteindelijk heb ik een wiring bracket gepakt en hier gesoldeerd, even de oude decoder losgehaald een beetje, voor, eigenlijk alleen maar met de voeding. Een ESU eraan gehangen, geen probleem.
Daarna heb ik een andere lees DCC erop gehangen en die deed het ook goed. Dus ik denk dat ik een defecte decoder had, dat is deze. Die is niet goed, die mag terug naar China. Inmiddels heb ik hem, om de al te testen, heb ik ook gewoon twee draden recht op de lok gesoldeerd. Die gaan naar mijn, kijken, kan ik die in beeld krijgen, naar mijn Arduino toe, die dus de aansturing doet. En zo kan ik hem gewoon, hij staat nu op programming track gesoldeerd, dan kan ik hem gewoon even testen. Dus de stroom staat er al op. Hij klinkt nog als een oude koffiemolen. Ik kan niet helemaal vinden waarom. Helemaal als ik hem hard laat gaan. Het lijkt wel alsof er een klein stukje plastic of metaal, als ik geluk heb van de tandwielen, niet helemaal vlak is. Ik denk dat ik er dit nog wel uit kan krijgen als ik hem wat nauwkeuriger programmeer met de betere steppings en zo. Misschien dat het niet helemaal lukt met deze decoder. Maar tot zover heb ik in ieder geval dit. En ik moet zeggen dat ik hier ook al, nou, na al het gedoe met de defecte decoder, ben ik hier wel tevreden mee. Ik heb de lampen uiteindelijk dus ook voor leds vervangen. De gloeilampen eruit gehaald. Ze zitten precies op dezelfde plek en als je de kappen opzet, dan ziet dat er ook prima uit. Natuurlijk wisselen de leds mooi mee. Ja, alleen de herrie die eruit komt is een beetje teleurstellend. En nou, misschien dat ik nog eens een keer goed ga zoeken waardoor dat komt. Het was niet zo heel slim om te gaan solderen terwijl de stroom er nog op stond. Maar goed, zo. Als ik dat doe, solderen terwijl de stroom nog op de decoder staat, dan reageert mijn voeding door een lichte zoom te geven. Ik vermoed een 50 hertz, vanwege dat het via de soldeerbout terugloopt. We willen stromen die niet horen. Zoals ik al had gedacht, past de decoder precies in de kap. Zo. Het handige is van dat solderen van de draden rechtstreeks op de locomotief, op de decoder in feite, dat ik dan hem gewoon vol vermogen aan kan zetten en even de wielen schoon kan maken. Wat in dit geval ook nodig was. Ik heb hem gewoon op zijn kant gelegd. Gas erop en railgun er tegenaan. Het vel vlogen vanaf. Even goed oppassen aan de voorkant. Oh, die moet nog klik zeggen. Klik, ja, goed zo. Vel vlogen vanaf en ik denk dat dat nu dus beter contact maakt. Inmiddels is mijn laptop leeg. Dus ik kan ook niet meer. Ik kan wel op de rail zetten, maar ik kan geen commando's meer geven. Dus ik zet hem nog even de laatste dingen erop. En dan kan hij terug de doos in. Soms willen dingen niet. Met name als je ze verkeerd omdoet. Zo. En dat is hoe je een Roco, waar ligt nu mijn doos? Een hele oude Roco 4155 digitaliseerd. Bedankt voor het kijken. En vergeet niet te subscriben, te liken en tot de volgende keer.